Schiet mij maar lek, schiet mij. Schiet mij maar lek, schiet, schiet mij maar. Nou, schiet mij maar lek, hè? Hey. Jongen. Ook een goeie morgen. Nou, nog net. Je leest er dus altijd van, hè? En op de tv en zo, maar het gebeurt dus gewoon in je eigen buurt op klaarlichte dag, hè? Wat? Wat is er gebeurd dan? Ik ben de slachtoffer van zinloos geweld. Wat? Gewoon op het zebrapad. Ze zaten me met stokken, zaten ze me achterna. Nou, zeker 10. Wat? Was het een jeugdband of zo? Nee, het waren bejaarden. Wacht even. Ben jij afgetuigd door een clubje ouwe vandaag? Nou, nee, gelukkig niet. Ik heb die snelheid natuurlijk, hè. Nee, dus, wacht nou. Nee, we gaan even helemaal terug. Ja. Jij loopt dus op het zebrapad. Ja, nee. Zij liepen op het zebrapad. Ik reed op het zebrapad. Ja. Ah. Oké. Het stoplicht was misschien een tikje aan de rode kant. Ah, zie je? Ja. Nou krijg ik ook ineens een beeld. Ja. Jij scheurt dus door rood. Je rijdt een paar bejaarden omver op het zebrapad. En toen werden die ineens kwaad. Wat had ik dan moeten doen? Roel, als het goed is, heb je 3 pedalen in je auto. Ja, met die snelheid zeker. Dat is toch levensgevaarlijk. Dat is toch vraag om ongelukken. Zo. Hoe hard reed jij dan? Nou, ik schakel net terug naar zijn 4, dus hoe hard ga je dan helemaal? Maar dat je dus in je eigen buurt niet eens meer veilig over straat kan, hè? Ik denk dat die bejaarden precies hetzelfde zeggen. Nou, er gaat dus wel een mooie klacht naar de Stadsdeelwijkbuurtraad, hoor. Ja. Er is trouwens vanmiddag een voorlichtingsmiddag, hè? Van de Stadsdeelwijkbuurtraad. Hè? Ja, jij wordt verondersteld daarbij te zijn. Oh ja, fijn. Weer zo'n middagje geouwe hoer over 3 keer niks bureaucratie, hè? Plus een speech van de Stadsdeelwijkbuurtwethouder die nergens over gaat, behalve over kies mij. Hallo, Yvette. Nee, met Roel. Ja, nee, van de Lek. Ja, hallo, heb je mijn brief ontvangen? Ah, mooi. En de foto, hoe vond je de... Nee. Zeg, maar ik wou even vragen, zullen wij vanmiddag een hapje uit eten? Ah, ja, nee, tuurlijk niet. In brand maar los, zou ik zeggen. Ja. Ik ben directeur. Van een stadsdeelwijkbuurtcentrum. Ja, nou, dat wil zeggen dat je dus allerlei activiteiten coördineert voor die maatschappelijke samenleving, hè? Maar zullen wij daar met een goed glas rode wijn samen... Ja, theoretisch ben je dan ambtenaar, ja, maar in de praktijk... Dat had ik toch in de brief gezet? Nee, dat is bruto. Nee, niet per week, per maand. Ach, wat vervelend nou. Ja, nee, nou, gauw onder de wol dan maar, hè. Ja, nee, van harte beterschap, hoor. Dag. Ze heeft keelpijn. Heb jij op een advertentie jong toch. Wat is er nou toch mis met mij? Roel, er is helemaal niks mis met jou. Ik dacht dat vrouwen zo geïnteresseerd waren in warmte. Ja, dat zijn wij ook, jong. Oh ja, nou, ik stik van de warmte, maar... Natuurlijk wel, Roel. Maar waarom kan ik er dan niet vinden? Wie? Nou, de vrouw. Mijn vrouw. Die moet toch ergens op die wereld, moet die ene vrouw moet... Die is er ook, Roel. Oh ja, nou, waar dan, hè? Adressen, rugnummers. Weet je, Roel, misschien zoek je gewoon wel veel te ver. Ja, dat zou natuurlijk wel kunnen, ja. Ik wacht steeds maar af, maar ik moet misschien zelf initiatief nemen. Ja, misschien, ja. Oh, Annabel, ik ben blind geweest. Ja? Ik hoef helemaal niet te reageren op zo'n stomme advertentie. Nee, Roel. Ik moet zelf een advertentie plaatsen, oh, Annabel. Ik zou niet weten waar ik zonder jou moest, hè? Nee, natuurlijk kan ik het ook schriftelijk doen, maar je wilt toch je gevoelsleven uitdrukken, hè? Oh, op die manier. Ja, nou, maar zo makkelijk is dat nog niet, hoor. Want wat willen die vrouwen nou eigenlijk precies? Ik zou die weten. Hè? Ik bedoel, waar gaat het nou echt om in het leven? Dat je allemaal spieren hebt overal, hè? Of dat je geen ambtenaar bent? Nou, als het zo moet, hè? Als jij per week wil wat ik per maand verdien, dan ben jij dus niet de vrouw die ik zoek. Sorry, hè? Dan blijf ik net zo lief alleen. De wijze van spreken dan. Tuurlijk, hè. Ja. Ik ben net op zoek naar die ene vrouw die ook geïnteresseerd is in warmte, in romantiek en in normen en waarden. En die... Goed, de advertentie? Oké. Nou, ik had gedacht te beginnen met, hallo. Hallo. Hoe komt dat over op jou? Ja, nou, heel spontaan, ja. Ja, goed, ja. Hallo. En dan wou ik het hebben over wat ik allemaal te bieden heb, hè? Wat ik met jou wil delen als vrouw. Mm-hmm. Dus literatuur, poëzie. Klassieke muziek. En samen met een goed glas wijn voor een knapperig haardvuur. Lange strandwandelingen. Ja, precies. Ja, die kan ook. Ja.
zit ik even met één punt. Wat doen we met de seks? Want van de ene kant wil ik me dan niet opdringen. Hè? Daar staat zo opdringerig. Maar van de andere kant, ja, als ik het er niet bij zet, dan denkt zijn vrouw misschien, nou, die neem ik niet, want die is zo saai. Terwijl ik ben dus een hartstikke gevoelsmens juist. Ja, dat is een heel probleem. Ja, nee, maar snap je? Ja? Ik zou het erotiek noemen. Erotiek? Dat komt iets minder hard aan. Ja, maar dan gaan we toch wel... Ja, schat, natuurlijk. Oh. Maar het klinkt veel beter. Ja, maar schrijf er dan wel bij dat het moet ontstaan vanuit die emotionele gevoelsmatigheid. Want dat is toch wel het mooiste, hè? Ja. Tenminste, wat ik me kan herinneren. Kinderen, geen bezwaar? Nou, doe maar een lol, zeg. Het moet wel gewoon een volwassen vrouw zijn, hoor. Echt. Wil je het even teruglezen? Oh ja, ja. Knapperig haardvuur. Ja, dit ben ik. Oh, het gaat diep, hè. Ja, dat is 1500 gulden. 1500? Ja, je hebt jezelf nogal uitgedrukt, hè. 1500? Om even mijn emoties te formuleren? Is het 1567 gulden, maar jij krijgt kwantumkorting. Jongen, 1500 gulden om een vrouw aan de haak te slaan, zeg. Hm. Dacht je dat ik zo zielig was? Huh? 1500 gulden. Wat denken die wijven wel, zeg? Daar kan ik voor naar Jabjum. En daarom is het zaak dat alle stoepranden in de hele stadsdeelwijkbuurt 1 centimeter opgehoogd worden. Als gevolg daarvan zal de hele stadsdeelwijkbuurt 6 tot 48 maanden opengebroken zijn. Niettemin wijs ik u erop dat protesten vanuit de middenstand niet gehonoreerd zullen worden, aangezien de ingreep plaatsvindt conform het landelijk harmonisatiebeleid trottoirnivellering. Bravo. Wij danken meneer de stadsdeel, wijkbuurt, wethouder, voor zijn buitengewone, belangwekkende en interessante speech. Ja. Dan hebben wij nu 5 minuten koffiepauze. Van Heuveldonk. Van Den Heuveldonk, meneer de wethouder. Weet jij wie die speeches schrijft? Jazeker, meneer de wethouder. Doe me dan een lol, hè? En schop die hufter de laan uit. Stoepranden, hè? Wat is dat nou? Dat is toch niks? Ja, maar toch is het belangrijk. Weet je wat belangrijk is? Dat er over 2 maanden stadsdeelwijkbuurtraadverkiezingen zijn. Hè? En hoe denk je dat die aflopen als ik hier over stoepranden sta te zwatelen? We moeten onderwerpen hebben die de mensen pakken. Ja, maar die stoepranden... Ah, van de stadsdeelwijkbuurkrant neem ik aan. Ik kan eventueel wel een minuutje voor u vrijmaken. Hebt u vragen? Nee. Oh. Geweldig. Ik heb de media ook al tegen. Zeg, Van Heuveldonk, laten we dat vragenrondje er even doorheen jassen. Dan kunnen we naar huis. Ik wil naar bed. Ja, maar de 5 minuten zijn nog niet op. Zoals u wilt, meneer de wethouder. Dan zijn we nu aangekomen bij punt 4 van de agenda. De rondvraag. Zijn er nog vragen? Ja, hier, Freek. Mag ik u verzoeken mij aan te spreken met meneer de voorzitter? Dat is die van der Lek van het stadsdeel wijkbuurtcentrum. Lastpak. Neem me niet kwalijk, meneer de voorzitter. Maar ik wou het graag even hebben over... Ja, gaat het over de trottoirnivellering? Nee. Nee, dan deel ik de heer van der Lek bij deze mede dat hij buiten de orde is. Zijn er nog vragen die er wel toe doen? Nou, moet jij niet denken dat ik... Stilte! Of ik laat de zaal ontruimen. Zeg, zo kan hij wel weer, Van Heuveldonk. Vooruit maar. Meneer Van der Spek? Nee, Lek. Ja. Nou, ik wou het graag even hebben over zinloos geweld, meneer de voorzitter. Pas op, ik heb de hamer. Dat je dus in je eigen buurt niet eens meer veilig over straat kan. Hè? Vanmorgen ben ik nog bijna in elkaar geslagen, nog geen 100 meter hier vandaan. Was het een jeugdbende? Nee, niet precies. Maar het gaat om het principe. Hè? Mijn broer heeft gisteren nog een knal voor zijn kanus gekregen. Nou, dat bedoel ik, hè. Hoe lang laten wij dit maatschappelijk gezwel nog voortwoekeren? Als een vrouw. Ja. Hoe lang laten wij dit... En wat doet de regering? Precies. Niks. Allemaal van mijn belastingcenten. Ja, pakkend is die zeker. Maar misschien nog niet helemaal echt glashelder? Nee, maar dan komt de rest dat op mijn rug, hè? Oh, ja, ja. Nou heb ik hem. En dat je dan over straat loopt en dat de mensen het dan lezen en dat ze dan zich omdraaien, hè? Ja, daar heb je grote kans op, ja. Maar wat wil je hier nou in godsnaam mee bereiken, Roel? Nou, dat we die maatschappelijke verontwaardiging binnen die samenleving, dat we die mobiliseren, hè? Dat het zo niet langer kan. Dat wat zo niet langer kan? Zinloos geweld natuurlijk, Annabel. Waar hebben we het nou de hele tijd over? Ja, maar Roel, zouden mensen nou zomaar ineens spontaan begrijpen wat wij niet langer pikken?
Ja, ja. Je bedoelt omdat het er niet echt heel duidelijk bij staat. Nee, bijvoorbeeld. Je zou het toch wat uitgebreider moeten formuleren, want... Ja, nou, de laatste keer dat ik dat deed, kon ik gelijk 1500 gulden betalen. Bij wat? Wat dan? Nou, die advertentie. Ik bedoel, als je in Nederland je gevoelsleven wil uitdrukken, dan is het niet meer te betalen voor de gewone man in dit land. Weet je, Roel, misschien moet jij je gevoelsleven eens wat inkorten en je maatschappelijke verontwaardiging gewoon... Ja. Heb jij die advertentie al geplaatst? Nee. Nou, dat is toch mooi? Dan heb je nog geld voor een nieuw t-shirt. Nou, ja. Dus even één punt. Ik heb er al 2000 laten drukken. Van der Spek. Nee, Lek. Ja, natuurlijk. Zeg, Van der Spek, dat was heel goed wat jij gisteravond deed op die vergadering. Ja, ach, je probeert dan om een beetje... Ja, jij voelt dat heel goed aan. Wat er leeft bij de kiezer. Ja. Een echte vox populi. Hè? Ik heb een verrassing voor je, Van der Spek. Nee, Lek. Nou, dat hoeft echt niet, hoor. Jij gaat voortaan mijn speechje schrijven. Maar meneer de wethouder, dat... Wat, ik? Ja. En wat jij gisteravond zei van dat... Zinloos geweld? Precies. Ja. Precies. Dat zei je heel goed. Doe dat er maar in. Nou, als je nagaat dat je dus in je eigen buurt tegenwoordig... Ja. En die twee woorden die altijd tegelijk genoemd worden. Kom. Normen en waarden, meneer de wethouder. Precies. Maar ik vind nou niet dat het precies. Zo'n goed idee... Precies. Doe die er ook maar veel in. Nou, als je nagaat dat je dus in deze westerse samenleving... Sure. Maak er maar een pakkend verhaal van. Dat de kiezer weet waar ik voor sta. Ja, maar meneer de wethouder, u kunt toch niet zomaar iemand vragen... Zeg, Van Heuveldonk zou ik misschien even mogen uitpraten. Mooi, dat is dan geregeld. Welkom aan boord, Van der Spek. Lek. Nou, er is natuurlijk nog wel even één puntje, hè? Ja. Ik ben natuurlijk directeur van de stadsdeelwijkbuurt. Maar ik doe je toch een mooi aanbod, Van der Spek. Aanbod voor wat? Om je baan te houden, bijvoorbeeld. Jij wordt mijn persvoorlichter, man. Hoeveel mensen dromen er niet van zo'n baan? Maar hoe zou ik dat dan bijvoorbeeld moeten zien, salarieel technisch? Jij houdt gewoon je salaris natuurlijk. Nou, niet zeuren, Van der Lijk. Nee, Spek. Nee. Jij denkt toch niet dat ik heel mijn leven stadsdeelwijkbuurtwethoudertje blijf? Volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Next step, de landelijke politiek. Moet ik alleen nog even uitzoeken met welke partij ik de beste kansen maak. En dan, the sky is the limit. Partijvoorzitter, minister. En jij groeit mee. Ah, ja. Maar meneer de wethouder, de heer Van der Lek is in geen enkel opzicht gekwalificeerd. Zeg, Van Heuveldonk, moet jij niet dringend nog wat formulieren op alfabetische volgorde leggen? Oké, ik doe het. Mooi. That's the spirit. Ja. Morgen heb ik zo'n inspraakflauwekulavond, dus we kunnen meteen aan de slag. Nu meteen? Daar had ik niet op gerekend, meneer. De Stadsdeelwijkbuurt TV komt ook heel belangrijk, Van der Lek. Altijd de media op je hand zien te krijgen. Succes. Maar we moesten toch meteen aan de slag? Nou, dan zou ik maar eens gauw beginnen. Ik heb een afspraak met een zekere dame. Behalve als mijn vrouw belt, dan ben ik hier ook. Maar dan zit ik zo hard aan mijn speech te schrijven... dat ik niet gestoord wens te worden. Begrijpen wij elkaar? Ja, meneer de wethouder. Zit mijn dasje weg. Oh, als een lineaal, meneer de wethouder. Grappig trouwens. Dat vrouwtje vroeg wat ik deed voor de kost. Zeg ik, wethouder. Vraagt ze, ben je dan ambtenaar? Zeg ik, theoretisch wel, ja. Had ze ineens keelpijn. Zeg ik, nou, daar weet ik wel wat op en ik noem er mijn salaris. Zegt ze, is dat per maand? Nee, zeg ik, per week. Zeg, doe jij het er licht uit als je klaar bent? Hallo, daar ben ik weer. Hé, hey, hoe was het bij Japjum? Nee, ik ben niet gegaan. Oh, wat een verrassing. Ja. Oh ja, nee, die is te kort. Maar even over die advertentie. Mm-hmm. Die was dus te lang. Maar wij gaan mijn gevoelsleven niet inkorten, we gaan hem afkorten. Dus we nemen alleen van ieder woord de eerste letter.
Oh, en ja. Jij denkt dat iedereen dat kan begrijpen? Nee, maar dat is juist perfect. He, want dan selecteer je een bepaald soort vrouwen, selecteer je eruit. He, want ik zoek dus contact met een vrouw waarmee ik op niveau kan communiceren. Ah. Oké, okay, schrijf op. Man alleen, natuurliefhebber. Ja, dan krijg je dus man. Ja, man alleen, natuurliefhebber. Nee, ik bedoel, dan krijg je M-A-N, man. Ja, man, ja. Oké. Okay. Ja, oké, okay. Goed. Nou, dan verder poëtisch, intelligent, kameraadschappelijk. Dus even kijken, hoe zou ik mezelf omschrijven? Gevoelig, mm-hmm. Emotioneel, mm. Intuïtief, liefdevol. Liefdevol. Ja, ja. Oh, trouwens ook heel belangrijk, louter uit liefde. Ja. Ja. Dus even kijken, wat voor vrouw zoek ik? Ja. Knap, uiterlijk, temperamentvol. Ja. Of zal ik zetten teder? Nou, dat maakt niet zoveel uit, hoor. Oh, nee. Dus even kijken, wat voor eigenschappen zoek ik in een vrouw? Mm-hmm. Hartstocht, openheid, eerlijkheid, romantiek. Romantiek, ja. Wil ze natuurlijk ook weten wat ik te bieden heb. Nou, ik denk dat ze wel een ideetje heeft, hoor. Ja. Bescheiden. Ja. Ja. Evenwichtig. Fanatiek filmliefhebber. Erudiet nostalgisch. Oh ja. Oh. Ja. En dan ook nog hoogopgeleid mooie ogen. Mag je dat zeggen van jezelf? Van mij wel, hoor. Ja, ja, ja. Oh, en natuurlijk niet enkel uiteraard kerstmis en nieuwjaar, hè? Ja. Okay. Nou, dan zijn we er wel zo'n beetje, denk ik. Nou, ik wel, hoor. Ja. Hoeveel reacties krijg je nou gemiddeld op zo'n advertentie? Nou, dat zou in dit geval wel eens boven het gemiddelde kunnen liggen. Is gaaf, ja. Tja, en de kosten, dat moet nou toch ook wel... Ja, dat zou op 67,50 komen. Kijk. Als je hem ook echt zou plaatsen. Nou, en of we die gaan plaatsen? Knal hem er maar in, hoor. Weet je het zeker? Wil je hem niet even nakijken? Nee, hoeft echt niet. Ik heb het op gevoel gedaan, dus dat moet goed zijn. Ik zou het toch maar even nalezen als ik jou... Waarom is het nou toch altijd zo moeilijk? Heb jij een vriendin? Momenteel even niet. Maar hoe doe jij dat nou met vrouwen? Ik ben nogal sober met vrouwen. Ja, dat zou wel een stuk makkelijker zijn, ja. Mm. Ik wou dat ik net als jij was, weet je dat? Kijk, naar mij luistert geen hond. Hè, maar via die wethouder kan ik mijn boodschap uitdragen. Toch nog. Welke boodschap? Nou, van normen en waarden natuurlijk. Die boodschap. Ja, heb ik toch nog even één klein puntje, Roel. Ja? Ja? Die wethouder is een ijdele achterhangspooi. Ja. Nee, oké, okay, maar dat wil nog niet zeggen dat hij niet geschikt is voor de politiek. Hè? Oh, nou. Als hij maar goede teksten heeft. Oh, en jij denkt dat als hij gevoelig gaat voordragen uit jouw werk... Dan heb ik mijn langste tijd wel gehad hier, hoor. Want ik blijf niet mijn hele leven ambtenaartje, hè? Zoals ik bedoel je? Hij is fijn, dankjewel. Nee, maar Annabel, the sky is the limit. En ik groei mee. Persvoorlichter, staatssecretaris. Nou, en als ik dan per week verdien wat ik nou per maand krijg... dan wil ik nog wel eens zien dat ze ineens keelpijn krijgen, hoor. Roel, wil jij nou dat soort vrouwen die op je functie afkomen? Dat hou je toch, hè, als je in die schijnwerper staat. Maar wil jij nou niet liever een vrouw die op jou afkomt? Op jou, Roel? Jawel. Ja. Maar nou kan ik tenminste laten zien wie ik ben. Heb je trouwens mijn nieuwe t-shirt al gezien? Hm? Hij is heel filosofisch. Staat de uitleg op je rug? Nee, maar die eikels hebben hem te laag afgedrukt, kijk. Ah, ja. Ja, en ik kwam eigenlijk vanavond al aan. Oh ja? Nou, trek hem maar uit. Ik zoom hem wel even in hier. Ja, echt, Annabel? Oh, je bent een schat. Ja, hè? Ja. Maar weet je het echt zeker? Ja, schiet nou maar op. Nee, want het zijn er 2000, hoor. Goedenavond, meneer de wethouder. Goedenavond, mevrouw de wethoudster. Ja. Hé, hey, hallo. Ach, lieve kijk, daar hebben we Van der Lek. Dat is de man die mijn speeches uittikt. Ach, Van Heuveldonk, zou jij zo vriendelijk willen zijn... om mijn vrouw even naar haar zitplaats te begeleiden? Je bent hier verder niet nodig. Ah, de heren van de pers. Altijd de media achter je zien te krijgen.
Ja, heren, dit is mijn allernieuwste initiatief. Dat is... Tegen zinloos geweld. Precies. Dit is het speerpunt van mijn nieuwe beleid. Hoe bent u op dat idee gekomen? Nou, ik loop op dat zebrapad. Ik heb mijn ondergeschikte, de heer van der Lek... Spek. Spek. Nee, Lek. Daar opdracht toegegeven. De heer van der Spek valt onder mijn departement. Ik ben dus politiek verantwoordelijk voor hem. Zijn er nog vragen, hè? Zijn ze te koop? Nou, ze zijn nog niet alle 2000 klaar. Annabel zit zich suf te naaien, maar dat is... En dan is nu het moment gekomen dat ik persoonlijk het eerste t-shirt zal kopen. Mag ik u verzoeken, meneer van der Spek? Zo. Wat ben ik u verschuldigd? Oh, nou, ik denk iets van 25 of zo. Ja? Oh, wacht even. Laat maar zitten. Oh. Maak toch maar één rol. Ja? Laat maar er ook één. Okay. Die was 25... 50 gulden. Zou ik even uw aandacht mogen... Pst. Speech. Geachte medestadsdeelwijkbuurtbewoners, hoe lang blijft de overheid nog werkeloos toekijken dat onschuldige burgers op hun eigen zebrapad in elkaar worden geslagen? Wacht op! De bewoners van de stadsdeelwijkbuurt pikken het niet langer. Wij willen een signaal afgeven aan dit soort agressieve randgroep bejaarden. Dat we ze keihard aanpakken. En hoe doen we dat? We trekken een t-shirt aan. Dat zal ze leren. Want wat is dat voor een samenleving waarin je gedumpt wordt omdat je ambtenaar bent? Waar zijn onze normen en waarden gebleven? Bravo! Denk je soms dat het leuk is als je per maand verdient wat een ander per week krijgt? Want als je een beetje leuke vrouw zoekt, ben je zo 1500 gulden kwijt. Hè? Nou, als het zo moet, dan ga ik net zo lief naar Jap Jum. Wij, Beatrix, koningin der Nederlanden, beschouwen het als een eer wegens het uitbannen van zinloos geweld door het moedig bestellen van t-shirts de Nobelprijs voor de Vrede uit te mogen reiken aan de heer Van der Spek. Nee, Lek. Van der Spek. Van der Spek. Wat? Ik krijg nog 25 gulden van je. Oh ja? Ja, die shirtjes die kosten maar 25. Van Heuveldonk, kom. Natuurlijk, meneer de wethouder. Op mij kunt u rekenen. Wat denk jij mij nou? Je zegt tegen mij 50? Nee, maar dat was omdat het een soort symbolische... Zal ik jou eens even symbolisch aframmen, jongen? Nee. Hallo, oplichter! Hallo, mijn naam is Roel van der Spek. Lek. Ben jij die vrouw die ook op zoek is naar warmte en tederheid en romantiek, maar ook met normen en waarden? Dan moeten jij en ik misschien samen eens uit eten met een goed glas rode wijn en Franse kaas. En ik ben ook tegen zinloos geweld. Maar mijn hobby's zijn literatuur en klassieke muziek en lange strandwandelingen bij de open haard. En ik vind ook dat een relatie meer is dan seks alleen. Hoewel, ik heb op zich heb ik niks tegen seks, hoor, maar ik heb nou alleen een beetje hoofdpijn even. Als jij dat ook vindt, laten we dan samen op avontuur gaan. Het nummer is... Ik ben weer het nummer vergeten, sorry hoor, dat geeft niks. Kwam het wel een beetje goed over? Het kwam heerlijk over. Ja, ik heb nog even dat gebaar zo gedaan, hè? Ja, heel spontaan. Ja. Hij gaat in het archief. Ja? Als er dan dames langskomen, dan haal ik hem er gewoon even uit. Oké. Okay. En wanneer zou ik nou zo'n beetje, zeg maar, de eerste reacties kunnen verwachten? Nou, de bedoeling is dat je één keer in de week even aanwipt. Ja? Dan gaan we samen kijken of er iets is en hoe en wat en zo. Oké, okay, nou, tot volgende week, hè, dan. Tot volgende week. En bedankt, hè. Dag. Ja. Schiet mij maar lekker, schiet mij maar lekker, schiet mij maar lekker.
eet mij maar lek.